is in Team Zuidwest en wij komen uit Den Haag, daar schaatsen wij. Dat doen we met sporters uit de regio Zuid-Holland. Dus vanaf het randje Zeeland tot het randje Noord-Holland en richting het oosten. Het is gewoon een hartstikke gezellige, leuke en gemotiveerde groep. Wij zijn KNSB Talentteam Zuidwest. Wij doen short track. We trainen elke dag, 5 dagen in de week trainen wij in Dordrecht. Binnen de regio waarin we zitten, die vrij groot is, werken wij samen met Team NL Centrum Metropool. Inline zit dan in Rotterdam, short track in Dordrecht en wij in Den Haag. En dat valt dan allemaal onder Team NL Centrum Metropool. En het begeleidingsteam waar wij mee werken, dus als voorbeeld even de krachttrainer, de diëtisten. En die worden eigenlijk gebruikt door alle drie de disciplines. Dus binnen het begeleidingsteam is er een goede samenwerking. Maar ook met de trainers onderling stemmen wij gewoon goed af voor de sporters. Wie wanneer wat doet. Als mensen zeg maar uit het short track komen en ze hebben toch wat meer lange baan dromen of zo, dan kunnen ze natuurlijk gewoon trainingen met ons meedoen. Dus dat is hartstikke goed geregeld. We zijn met 16 man en we shorttracken iedere dag, dus van maandag tot vrijdag. En naast de shorttrack trainingen doen we ook krachttraining en fietsen. Omdat we met z'n allen gelijk trainen en sommigen wat sneller zijn dan anderen, kunnen we goed achter elkaar aanrijden. En doordat we die snelheid van die anderen mee kunnen nemen, gaan we uiteindelijk zelf ook sneller rijden. Met wedstrijden dan ben je er nog steeds wel voor elkaar, maar ja... Je denkt natuurlijk wel van, ja, eigenlijk wil ik winnen, maar het gaat me eigenlijk gewoon vooral omdat het een leuke groep is en dat je zich maar aan elkaar op kan trekken. We zijn 7 dagen in de week en we trainen ongeveer iedere dag 2 keer. Een goede topsportleefstijl is belangrijk. De focus moet op het schaatsen liggen, maar ik vind het wel altijd goed als er een studie naast gedaan wordt. De meeste hebben wel eens maar iets geregeld met hun school. Ik ook, zeg maar, gespreid examen of topsporttraject of zoiets. In die nooddag kun je natuurlijk altijd met in overleg een training skippen, zogezegd, om je school gewoon voor elkaar te houden. En ik denk ook dat je dit er alleen voor over kan hebben als je er voor gaat. Iedereen heeft natuurlijk zijn persoonlijke doelen, maar we willen natuurlijk wel gewoon allemaal plaatsen en gewoon zo hard mogelijk rijden. We willen allemaal naar het nationaal team natuurlijk. Olympische Spelen en het liefste goud natuurlijk. Ja. Dromen van de Olympische Spelen, maar het blijft altijd wel een beetje een droom.